bankovenval. Zeg wat? Dit is een bankovenval. Zeg wat? Dit is een bankovenval. Pas maar je doeken voordat ik je neerknal. Zeg wat? Dit is een bankovenval. Zeg wat? Dit is een bankovenval. Zeg wat? Dit is een bankovenval. Pas maar je doeken voordat ik je neerknal. Het is 6:22 op een koude maandagmorgen. Mijn telefoon gaat af, maar hij ligt ergens verborgen. Hallo? Hey, ben je klaar? Ja. Kom naar beneden. Okay. Er is een kleine wijziging in de strategieën. De plannen zijn veranderd, we doen het met z'n drieën. Ja, ik hoorde het al, Moze antwoord was nee. Hij is niet meer down met de OVC. Fuck die kankerflikken, ik wou hem toch al niet mee. Met zulke moederneukers ga ik nooit meer in zee. Zijn alle spullen klaar, is de auto gereed? Zijn er nog dingen die ik niet weet? Toeri, maak je geen zorgen, de spullen zijn opgeborgen. Alles is klaar, MG komt ze bezorgen. Zorgen kosten wat het kost, voor een appel voor de dorst. Na deze overval zijn we verlost. Ja, tijdens deze overval breekt de hel los. Elke held die zich verzet, slijkt dood en los. Bind hem vast met duct tape, gooi hem in het bos. Toeri en Dado, ongekende chaos. We planken met de S8 op de snelweg. We zien MG op de afgesproken plek. Hij liep op ons af met een grote zwarte tas. Het team is nu compleet, dus tijd voor vol gas. 3 kogelvrije vesten, een parapet 13. 2 Smith & Wessons en 2 M16. Het doel is een kleine afgelegen bank op een onbekende plek in het oosten van het land. Nu was het moment dan aangebroken. Van binnen voel ik emoties koken. Oké, hou je zenuwen in bedwang, want straks is het oog omhoog, taand op taand. Zeg maar, dit is een bankoverval. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Pas maar je doeken voordat ik je neerknal. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Pas maar je doeken voordat ik je neerknal. Vest aan, bivak op, M16 in mijn hand. Geen weg meer terug, we renden richting de bank. Oké, iedereen op de motherfucking grond. Handen op je rug en hou je fucking mond. Ik rende naar de kluis en ik hoorde gekrijs. Toeri, doe wat aan dat schreeuwende kankerwijf. Bitch, hou je bek! Raak niet in paniek, of wil je zo'n tettetje in je nek schiet? Ik sleurde de directeur naar de kluisdeur. Hij zag wit van kleur en ik rook een angstgeur. Terwijl Dado bezig was aan de achterkant, hield ik paranoia met M16 in bedwang. Geef me de 8-cijferige combinatie, speel geen spel, zei ik vol met frustratie. In mijn ooghoek zag ik iemand wegsluipen. Op dat moment was ik zweet aan het kruipen. Toen de zakken vol zaten hoorde ik een schot. Ik hoorde Toeri zeggen: hij zat aan de knop. Dado pakt de tassen, het is code rood. Ik wil niet vastzitten, ga nog liever dood. Terwijl ik wegliep, deed ik mijn muts af. Shit, ik ben herkend. Er liep een man die me zag. Ik rende volle snelheid naar de S8. Dado trok zijn wapen en trok de aandacht. Ik loste 3 schoten op de ooggetuigen. Op dat moment hoorde ik loeiende geluiden. Ik trok mijn M16 en laadde hem door. 2 van de 5 auto's werden tot boord. Tussen mij en de S8 werd ik opgewacht. Toen werden 6 agenten door mijn kogels gekracht. Ik keek naar achter, Dado was geraakt. Hij lag met de kogelwond midden op straat. Ik droop met mijn laatste kracht naar de overkant. Voor even dacht ik dat ik in de hel was beland. Dado stapte in, MG gaf plank gas. De missie was geslaagd en we waren ontsnapt.